Samakadaka, 19 september 1762, is eigenlijk de dag waarbij de Saramakanes vredesafspraken, vredescontracten hadden gesloten met de Europeanen. Vandaag wordt de dag herdacht op een zeer speciale en bijzondere manier wanneer we het hebben over de Saramakanes, de dag van de Saramakanes. De voorzitter van Stichting 19 september 1762, mevrouw Ivna Vrede, gaat verder in over het belang van deze dag en wat er zal gebeuren en hoe zij probeert de groep verder tot ontwikkeling te brengen met betrekking tot de kennis die zij hebben kunnen vergaren de afgelopen eeuwen en hoe zij kijken naar de toekomst. 19 september 1762 herdenken wij als de dag waarbij onze voorouders die gestreden hebben voor hun vrijheid de vrede hebben ondertekend met de koloniale overheid en daarnaast een beetje rustiger leven hebben geleid, rustig in die zin van geen oorlogen meer, geen navolging meer, maar dat ze zich konden settelen ergens in het binnenland en samen met de inheemse gemeenschappen daar die ze hebben opgevangen hun leven hebben voortgezet. En wat is het thema van dit jaar? Dit jaar is het thema Zunta Henadi Kakiti Usamakam. En Zunta betekent eenheid, samenkomen, samen zijn en samen dingen doen. We denken dat we het hard nodig hebben, vooral de Saramakaanse gemeenschap. We kennen de geschiedenis, we kennen de actualiteiten, heel veel verdeeldheid. Dus we zoeken echt weer naar die Zunta, om die vrede die onze voorouders ons als voorbeeld hebben meegegeven, nu te bewerkstelligen. Okay. Vorig jaar, 2022, was deze dag namelijk een nationale vrijdag. Van het jaar niet. Waarom hebben jullie niet gepleit dat deze dag permanent blijft? Als je een nationale vrijdag hebt, moet je het ook nationaal kunnen invullen. Maar de situatie in het land laat het ook niet toe om uitbundige feesten te vieren. En bij ons gaat het niet om het uitbundig feest vieren, maar meer om de betekenis van deze dag te helpen, ja, niet alleen promoten, maar te realiseren wat het betekent om nu na 261 jaar nog steeds, weet je, dat we nog steeds zitten met een heleboel zaken die eigenlijk al ver in ontwikkeling moesten zijn. Dat is voor ons belangrijk, dat deze dag herdacht wordt als een dag om, zoals ik eerder zei, vrede te bewerkstelligen, maar ook om ons te bezinnen, om verder te kijken van waar staan we nu en hoe verder met ons binnenland en voornamelijk het Samaka-gebied. Toch? Dus we gaan dus niet bewust werken naar een niet-vrije dag. Kijk, als het er is het welkom. Maar de situatie in het land laat het echt niet toe om te streven naar een vrije dag. Maar even kiezen, daar ben ik aan boeien. Maar je moet het heel goed kunnen invullen. We zitten met heel veel dingen die de aandacht nodig hebben. Waarvoor we moeten vechten. Waarvoor we moeten samenwerken, hard werken om die ontwikkeling te brengen. Maar ook om die harmonie binnen onze Maron-gemeenschap te bewerkstelligen. Daar gaan we voor. En hoe ervaren die jongeren het? Nou, jongeren doen mee. Natuurlijk is niet iedereen nog bewust van de betekenis van de dag. Maar als je de ruimte hebt, de vrijheid hebt om dingen te doen, dan doe je mee. Maar wij hebben deze, zeg maar dit jaar zijn we gestart met een lezing. En de lezing, het thema van de lezing had ook te maken met een stukje ontwikkeling van hoe zien wij vrouwen. Wat is de rol van de vrouw toen geweest, maar ook nu, vooral met betrekking tot de jongeren. De jongeren hebben die heropvoeding hard nodig. We zien wat er allemaal gebeurt, verpaupering, allerlei dingen die het daglicht niet schuwen. Maar we laten niet los, want wij zijn de opvoeders en we moeten ze meenemen in onze activiteiten. Zodat ze kunnen leren daaruit, maar ook dat ze kunnen inzien dat het anders kan en beter kan. Dus die betrokkenheid van jongeren is er. En vanavond is er een Samaka Jama Show of Contest. En dat heeft te maken met jongeren, hun visie, hun zien, hun kijk op zaken, sorry. Hun kijk op zaken. Ze komen met eigen thema's waarmee ze zitten, problemen waarmee ze te kampen hebben. En dat gaan ze als in een contestvorm presenteren. Als we kijken naar politiek,
Wat moet de politiek nog doen of denk je dat ze moeten doen voor de verbetering van de dag der Saramakaners? Doen ze genoeg? De politiek moet heel veel doen. De politiek heeft nog niet eens iets gedaan, om het zo te zeggen. Kijk, we hebben in het kader van 260 jaar, Lustrumjaar, hebben we een Nationale Vrije Dag gevierd, gehad. Maar dat is het nog niet. De politiek moet alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van ons binnenland in zijn totaliteit, toch, gaan ik zoek naar een mooi woord. Herstructureren. We moeten samenwerken. We moeten die verdeeldheid loslaten. We moeten niet kijken van deze is aan de macht en je doet alleen maar dingen voor jouw leden. Zo brengen we ons land niet in ontwikkeling. En zo bevorderen we helemaal geen eenheid. Maar we moeten samenwerken. De politiek moet naar ons luisteren. De politiek moet ons betrekken in besluitname, zodat we samen het beleid kunnen ondersteunen en uitvoeren. We hebben ze harder nodig dan vandaag. En anno 2023, ervaren jullie discriminatie nog steeds? Zo ja, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, kijk, discriminatie is er altijd. Zolang mensen niet bewust zijn van wat ze zijn, wie ze zijn en wat ze willen, waar we naartoe gaan, zal er altijd discriminatie zijn. Omdat we zo zijn opgevoed, toch? Je bent Maron, die is stadskriool, die is Hindoestaan en zo. En dit alles maakt dus dat discriminatie nog steeds gevoed wordt. Maar als we elkaar respecteren, toch? Waarderen. Laat me in mijn waarde, laat me mijn Maron zijn tonen, maar respecteer dat. Zodat ik jou ook kan respecteren en samen kijken wat ons bindt en waarmee we samen het land hier kunnen verheffen, dat we dat samen doen.